En ik heb dus ook gelijk een sterilisatie laten doen. Dacht ik, oh jee, dat wordt echt een... Dan verwachten ze echt een soort oorlogsgebied. Ja, ik was daar heel bang voor, zeg ik heel eerlijk. Dus met die angst heb ik toch wel heel bang. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kerkchristen.nl. En in deze video, deze extra video, ga ik jullie mijn bevallingsverhaal delen. Mijn vierde bevallingsverhaal. Wow, 4 keer ben ik bevallen van 4 prachtige, gezonde dochters. Ik heb ook video's online staan van mijn vorige bevallingen, die ook allemaal keizersneden waren. Dus ben je benieuwd, bekijk die ook. Ik heb bijvoorbeeld ook een video toen ik 3 keer een keizersnede heb gehad, waarin ik allerlei tips deel. En in deze video ga ik dit bevallingsverhaal delen van mijn 4e keizersnede. En binnenkort kom ik nog een keer terug met mijn ultieme tips om je voor te bereiden op een keizersnede. Of om, stel dat het toch een keizersnede blijkt te worden, want vaak, soms weet je dat niet. Soms kies je daar niet voor en dan overvalt het je, is het ook fijn om iets met die tips en tricks te kunnen en te weten wat je dan een beetje te wachten staat. Maar vandaag dus gewoon puur het verhaal zelf van mijn 4e bevalling. Op 8 april ben ik bevallen van onze 4e dochter Rosa, Rosa Willy. En dan is Rosa haar roepnaam en ze is vernoemd naar mijn schoonmoeder Willy. Net als Amy, mijn 2e dochter, die heet eigenlijk Amy Maria met roepnaam Amy. Die is vernoemd naar mijn moeder. Dat vonden we wel heel mooi om allebei de oma's een vernoeming te geven. En ze is geboren om 8:58 met een keizersnee, geplande keizersnee. En dat is ook gelijk wat er totaal anders is aan dit bevallingsverhaal dan die andere. Want om even een hele korte samenvatting te geven voor wie dit voor het eerst kijkt. Bij mijn eerste kindje ben ik met 34 weken al bevallen met een spoedkeizersnede, omdat ik toen HELP-syndroom had. Het is eigenlijk een extreme vorm van preeclampsie, dus een extreme zwangerschapsvergiftiging. En toen was het gewoon, ze moet alle minuut gehaald worden, hup naar de OK, en toen is ze geboren. Daardoor wilde ik bij mijn 2e wel heel graag natuurlijk bevallen en die kans gaven ze me ook. En die kans is er ook dat dat lukt en dat hebben we in principe ook geprobeerd. Die bevalling is uit zichzelf op gang gekomen. Hebben ze uiteindelijk wel met weeënopwekkers versneld, omdat ik al een paar dagen vruchtwater bleek te verliezen. Dus dan moeten ze het een beetje haast geven. Maar dat ging eigenlijk heel voorspoedig, tot en met 9,5 centimeter. Eigenlijk een hele normale opbouw van de weeën en de opbouw van de centimeters. Tot ik echt 2,5 uur op 9,5 centimeter bleef hangen en er geen voortgang leek te zijn. En toen heb ik nog geprobeerd om te persen, want soms kan dat net het setje zijn om tot 10 centimeter te komen. Maar ook dat hielp niet. Toen bleek ze toch heel zwaar te zijn, niet vet genoeg te zijn ingedaald. En eigenlijk nog te veel naar boven te hangen, waardoor het ook niet genoeg lukte. En toen hebben ze gekozen om uiteindelijk toch een spoedkeizersnede. Of ja, echt spoed is er dan niet, maar wel gewoon voor een secundaire sectio, zoals ze dat noemen. Dus een niet geplande sectio, een niet geplande keizersnede te gaan. Daardoor had ik bij mijn 3e natuurlijk echt geen keus meer. Dus dat werd een geplande keizersnede. Maar de dag voor de geplande keizersnede, ik zou om 8:00 ochtends de keizersnede krijgen. En om 1:00 s'nachts, dus diezelfde dag eigenlijk, braken mijn vliezen spontaan. En is het alsnog dus een secundaire sectio geworden. Dus een niet geplande keizersnede nadat ik al een paar uur in de weeën had gezeten. En dit keer was het echt de eerste keer een geplande keizersnede. Dus het was echt letterlijk... Meld je om 6:30 moest ik me melden, want om 8:00 zou ik aan de beurt zijn. 6:30 moest ik me melden, nuchter, protocol, vol van de zenuwen. En ik was super fit, want bij de andere bevallingen had ik daarvoor sowieso al een hele dag erop zitten. Bij de 2e en 3e had ik ook nog eens volop in de weeën gezeten. Dus ook dat kostte natuurlijk heel veel energie, dus ik was eigenlijk al uitgeput toen die keizersnede begon. En nu had ik gewoon een hele nacht thuis geslapen, ik was helemaal fit. Ik wist wat me te wachten stond. Dus ik ging er heel erg relaxed in. Maar toch was ik heel zenuwachtig. Ik moet zeggen, in deze hele zwangerschap ben ik heel erg nerveus geweest dat het mis kon gaan. Een 4e keizersnede doen niet eens alle gynaecologen. In België is het volgens mij, hoor ik wel eens van volgers van mij, dat dat vaak niet eens doen of echt afraden. En ik heb ook echt medisch advies ingewonnen of het bij mij mocht. Dus het is echt onderzocht door een gynaecoloog. En die heeft mij groen licht gegeven om weer zwanger te mogen worden. En dit is echt per vrouw verschillend. Dus ik wil niet dat je deze video ziet als een soort van advies. Of dat je daar iets aan koppelt. Iedere vrouw is anders. Bij sommigen zeggen ze na 1 sectio, een keizersnee al van nou weet je, doen we niet meer. Dat komt niet vaak voor. Maar bij sommigen zeggen ze dat na de 2e al. Sommigen zeggen ze dat na de 3e. Nou,
na de vierde, nu is het wel klaar. Ik heb hem ook laten steriliseren. Maar het is dus heel verschillend van vrouw tot vrouw. Hoe je herstel is, hoe het voor klevingen van eventueel littekenweefsel zit. Het is echt heel verschillend. Dus heb je al een paar keizersneden op zitten of heb je er al één of twee om weer zwanger te kunnen worden? Check het even bij de gynaecoloog. Laat het even nakijken. En zorg dat je op veilig speelt. Maar alsnog is het een wat meer risicovollere bevalling dan een eerste keizersnede. Dus ik was heel nerveus. Ik was heel erg bang dat we er niet goed doorheen zouden komen. Ik had allerlei gedachten in mijn hoofd van ja, dadelijk zit ze vast en dan komt ze er niet meer uit. Al het littekenweefsel, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet voorkomt of zelden voorkomt. Maar goed, daar ben je dan toch bang voor dat het mij dan zou overkomen. Ik was bang dat ik het misschien niet zou redden omdat ik te veel bloedverlies zou hebben. Ik was bang dat ze mijn narcose zouden doen omdat het niet te doen was. Ik had alle rampscenario's in mijn hoofd, maar het feit dat het ook gewoon goed kon gaan, die kans zag ik als heel klein of zo. Ik was gewoon heel bang, zeg ik heel eerlijk. Eigenlijk een angst die ik niet eens in mezelf ken, want ik heb heel veel aan mijn mindset gewerkt. Ik heb heel veel gedaan om met veel vertrouwen in het leven te staan en dat sta ik ook echt op heel veel vlakken. En zeker ook mijn gezondheid, mijn diabetes gaat super goed. Maar op het vlak of zij dan gezond op de wereld zou komen, daar had ik nog allerlei angst en onzekerheid over. En dat is gewoon het moederhart wat gewoon zo graag wil dat het goed gaat en onzeker is en bang is. En je laat ook de controle los. Je geeft de controle over aan de gynaecoloog en de mensen die daar werken. Die hebben dan toch de controle over jouw leven en dat van je kindje. Dus ik vond dat heel spannend. En ik heb dat ook steeds uitgesproken bij mijn gynaecoloog tijdens de zwangerschap. Van ja, ik vind het echt heel spannend. En hoeveel risicovoller is het dan ten opzichte van een tweede of derde? En dan wist ze mij altijd heel erg gerust te stellen dat het gewoon goed ging komen. En dat het eigenlijk altijd goed gaat. En dat de complicaties die er zouden kunnen ontstaan meer op kleiner niveau zijn. Die te verhelpen zijn, laat ik het zo zeggen. Niet op het gebied van ernstige dingen. Hè, dat een van de twee het niet zou redden. Maar ja, ik was daar heel bang voor, zeg ik heel eerlijk. Dus met die angst heb ik toch wel heel lang geleefd. Dus het is een hele opluchting dat dat klaar is. Ja, goed, die ochtend heb ik me gemeld om 6:30. Dan gaan ze eerst op de afdeling gewoon, verloskamers is dat dan. En hebben ze een infuus geprikt, hebben ze mijn bloed geprikt, want dan hebben ze bepaalde waardes nog nodig. Krijg je je operatiejasje aan, wordt je bloeddruk gemeten, al die standaardcontroles. En om 7:30 zijn we toen richting de OK's gegaan en dan ga je eerst naar de voorbereidingskamer. En dat is al heel anders als bij die andere, want bij die andere was er best wel wat spoed, dus heb ik nauwelijks tijd doorgebracht op die voorbereiding. En nu heb ik daar echt wel 1 kwartier, 20 minuten gewacht, wat voor mijn gevoel heel lang duurde. Want je bent zo bij en bij die andere door die weeën en door alle adrenaline, doordat het zo snel ging, ja, verdooft dat ook een beetje het nadenken over hoe spannend het eigenlijk allemaal wel niet is. En op dit moment was ik zo bij en zo helder. Maar ik was wel heel rustig. Ik heb die angsten die ik heb gehad, heb ik echt vooral de dagen ervoor en in de zwangerschap gevoeld. En die wist ik altijd toch wel weer te relativeren. Ik ben veel bezig ook wel met mediteren en met dingen die mij rustig maken. Maar die angst die heeft ook echt wel meegespeeld. Maar die ochtend was ik heel rustig en had ik er vertrouwen in. En was het gewoon zo van, weet je, ze moeten er toch uit. Dus we gaan er gewoon voor, zeg maar. Hoe spannend ook. En toen ben ik dus naar de OK's gereden rond 7:30 en heb ik daar op die voorbereiding gezeten. Toen kwam mijn gynaecoloog en het was sowieso zeker dat er 2 gynaecologen voor zouden zijn. Omdat het net een wat ingewikkeldere operatie is door het littekenweefsel. En toen heb ik haar even gesproken en zij was er ook klaar voor. En toen meldde ze mij ook nog dat er nog een derde gynaecoloog op de achtergrond was. En dat was de gynaecoloog die ook mijn derde dochtertje gehaald heeft. Voor als het echt moeilijk zou worden. En toen dacht ik, oh jee, dat wordt echt een... Dan verwachten ze echt een soort oorlogsgebied als er 3 gynaecologen klaarstaan. Maar goed, let it go. We gaan ervoor. Ik moet toch. Ik kan niet meer terug. Ik dacht, ik ga het op me af laten komen. En toen ben ik naar de OK gereden. En dan gaan ze eerst natuurlijk de checks doen. Van, bent u die en die? En allemaal goed. En dan gaan ze de ruggenprik zetten. En dat weet ik ook nog van de vorige keren. Alleen bij de tweede en derde is bij mij de ruggenprik gezet terwijl ik in de weeën zat. Dus was ik echt aan het wachten tot hij eindelijk ging werken. Omdat ik nog zoveel pijn had. En nu is hij gewoon heel broodnuchter zeg maar gezet. Terwijl ik me heel fit voelde. Maar die ging heel goed. Ik ben sowieso totaal niet bang voor naalden en voor prikken. Die pijn dat boeit me niet zo. Ik vind vaginale onderzoeken en dergelijke vind ik vervelender. Want op de spiraal zetten kan ik echt heel lang tegenop zien.
of een uitstrijkje laten maken of zo. Dat kan ik dan echt tegenop zien bijvoorbeeld. Maar prikken vind ik persoonlijk niet erg, maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Dus dat ging eigenlijk heel soepel. Ik moest naar voren gaan zitten op die operatietafel. Ik had mijn benen zeg maar erlangs. Ik ging naar voren zitten. Ik mocht dan de armen vasthouden van die dames die daar werkten. Ik denk verpleegkundige. Zodat ik die goed kon vasthouden, zodat ik stevig bleef zitten. Ik ging gewoon rustig ademen, mijn ademhaling focussen en toen heeft ze die ruggenprik gezet. En dan gaat hij eigenlijk langzaam werken, dus dan leggen ze je eigenlijk neer en dan begint langzaam het gevoel in je benen te verdwijnen. En dan hebben ze een soort van ijsklontjes of iets van ijs. En dan gaan ze eigenlijk voelen, hier voel je alles nog. En dan hoe meer ze naar onderen gaan, hoe minder je voelt. Dus dan checken ze eigenlijk van voel je dit nog? Voel je dit nog als ijskoud? Hier voel je het wel ijskoud, hier niet. En zo checken ze eigenlijk of je goed verdoofd bent. En op het moment dat dat goed zit, dan gaan ze beginnen. Dus dan zeggen ze letterlijk, nou, dit is mevrouw. We gaan beginnen met een primaire sectio, vierde sectio. Vijfde zwangerschap, want ik heb hiervoor een miskraam gehad. Daar heb ik ook een video over voor wie daar nog benieuwd naar is. Of daar ook ervaringen over wil horen. En dan gaan ze beginnen en ze had mij voorbereid dat het best wel lang kon duren. Tot ze bij het kindje zouden zijn. En bij de andere keizersneden en bij de meeste keizersneden is het zo dat binnen 10 minuten je kindje geboren wordt. Maar omdat dit een wat complexere is, hè, met een vierde keer wat meer littekenweefsel, wilden ze echt laagje voor laagje heel rustig te werk gaan. Zodat ze ook niet mijn blaas konden raken en mijn darmen enzovoort. Dus dat hebben ze ook rustig aan gedaan. Dus ik had me ook ingesteld, het gaat een hele tijd duren tot ze geboren wordt. En ik hoorde ze ook echt wel van zo, dus veel littekenweefsel. En ik hoorde ze ook echt wel dat soort dingen zeggen. Toen was het eigenlijk al vrij snel, laten we zeggen, nou ik weet niet eens hoe lang, want op dat moment gaat de tijd gewoon, heb je geen beleving van tijd. Was het al, deze het luikje open, hè? Want bij een keizersnee doen ze dus je ziet het zelf niet, je bent erbij, maar je ziet niet je buik open liggen. Ze hebben er een scherm boven. Maar op het moment dat het kleintje geboren wordt, halen ze een deel van het scherm weg. Dus dan blijft er een doorzichtig scherm hangen waar je doorheen kan kijken. En dan tillen ze het kindje eruit en dat kun je dan zien. En dat is echt heel bijzonder, daar heb ik ook foto's van. Maar die ga ik niet in beeld brengen. Die zijn denk ik iets te heftig. Dat was een heel bijzonder moment. En ik had echt nog niet verwacht dat ze al geboren zou worden. En ik was zo blij. En ze ging ook gelijk huilen. En dat was ook nog een angst die ik had. Van ja, dan komt ze daar goed uit. Maar omdat het toch een geplande keizersnee is. En zij nog eigenlijk niet klaar is om te bevallen. Ja, dan moeten ze die ademhaling dan zelf goed op gaan pakken. En dan was ik bang dat dat misschien nog mis kon gaan. Maar toen hoorde ik haar huilen, dus was ik zo blij. Tegenwoordig is het zo dat de kinderarts, dat ze op de operatiekamer, hebben ze, naast dat je als patiënt daar ligt, hebben ze dus waar ze het babytje gaan onderzoeken, is voortaan op de operatiekamer zelf. Lana, Amy en Feline en bij mijn andere dochters was het nog zo dat het babytje wordt meegenomen naar een andere kamer. Daar hoor je en zie je dan zelf ook niks van als moeder. En de vader gaat dan mee en het wordt onderzocht en dan komen ze terug. En nu doen ze dat dus op de kamer. In principe zonder kinderarts zelf. Gewoon de verpleegkundige van de verloskamers. Want bij een normale bevalling hoeft natuurlijk ook niet altijd een kinderarts te zijn. Maar op het moment dat zij voelen of zien van het is nodig, dan doen ze een seintje naar de kinderarts. Die komt dan. Dus dat was helaas wel gelijk nodig en het is onderzocht en toen had ze toch wel wat extra ondersteuning nodig voor de ademhaling. Dus dat was wel even, dat is dan wel even heftig. Je ziet dat dan wel gebeuren, dus je hoort er wel huilen. Maar dan moesten ze van alles doen. Dat vond ik wel echt heel heftig, want ik had gehoopt dat ik nu eindelijk wel een keer een kindje op mijn borst kreeg. Feline is de enige van de drie die ik heel even op de operatiekamer al op mijn borst heb gehad. De anderen zijn gelijk weggehaald en Rosa dus ook. Maar goed, weet je, wat nodig is, is nodig. Maar daardoor had ik er nog niet aangeraakt, nog helemaal niks. En toen was het toch zo van, ja, we moeten naar de couveuse afdeling. En toen is natuurlijk Yannick meegegaan, mijn man. Dan wordt dan de vraag gesteld, wil je dat papa bij jou blijft of met de baby meegaat? Ik zeg natuurlijk met de baby mee. Ik bedoel, hij kan mij niet helpen en die kleine die... Ja, heeft gewoon een van ons twee nodig. Dus heel logisch dat Yannick met Rosa mee ging zich mijn kussen geven. En die is toen gegaan. En dan lig je daar. Ze waren ook met mij bezig. Want terwijl dat allemaal gaande is met de baby. Ja, de kinderarts en de verpleegkundige zijn met de baby bezig. Maar de gynaecologen waren natuurlijk gewoon ook met mij bezig. Dus die waren bezig om de baarmoeder weer dicht te maken enzovoort. En ik heb dus ook gelijk een sterilisatie laten doen. Omdat onze kinderwens compleet is. Omdat het überhaupt een vijfde keizersnee echt wel... Ja, veel risicovoller en eigenlijk al geen optie meer was met al het littekenweefsel. En omdat het gewoon goed was en ik niet weer aan de anticonceptie wilde,
als dat ding nodig is en op zo'n manier verholpen kan worden. En ik was natuurlijk al open. Dus dat is een hele kleine ingreep. Kijk, als je normaal gesproken als vrouw een sterilisatie laat doen, dan is dat echt wel een heftige operatie. Maar nu was ik al helemaal open. Clipjes zijn er op mijn eileiders gezet. Waardoor je hebt gewoon wel elke maand een eisprong. Je hele cyclus gaat door. Je gaat daar niet van in de overgang of het verandert hormonaal helemaal niets. Je hebt gewoon je cyclus. Maar het eitje komt niet in de baarmoeder terecht. Door die clipjes kan het niet door de eileiders heen. En daardoor ben je dus, kun je dus niet meer zwanger worden. En dat hebben ze dus ook nog gedaan tijdens de ingreep. En dat duurt ook maar 10 minuutjes extra. Maar ze is dus om 1 minuut voor 9 geboren. En eer dat ik op de uitslaapkamer, uitslaapkamer heette dan, de recovery, was het volgens mij, ik denk, 9:30, 9:15. Maar om 10 uur hebben ze toen gebeld naar de afdeling, want ze moest naar de couveuse afdeling, van moeders is oké, ze kan worden opgehaald. Alleen uiteindelijk was ik pas om 11 uur weer bij Rosa. Dus ik heb echt 2 uur nadat ze pas geboren is haar echt gezien en vastgehaald. En dat vond ik wel echt intens. Want als moeder wil je je baby op je borst. En zeker als je borstvoeding wil geven, wil je de baby de eerste uur aanleggen. Omdat dat het belangrijkste moment is. Eigenlijk de golden hour voor het slagen van borstvoeding. En zeker dan de eerste 4 uur. En uiteindelijk lukt het sowieso wel, maar je wil gewoon je kindje op je borst. Dat hoef ik niet uit te leggen. En ik was ook op die uitslaapkamer en het voelde zo raar om daar leeg te liggen, zeg maar. Mijn baby was eruit, ik was daar. Maar ik wist niet hoe het met haar ging. Ze zei maar wel dat ik me geen zorgen hoefde te maken en dat het goed zou komen. Maar ja, je wil dat als moeder zelf zien. Dus ze feliciteerde mij van, gefeliciteerd mevrouw met uw vierde dochter. En ik had echt zoiets, ik weet niet, ik wil er eerst zien. Ja, het voelde nog heel vreemd. Dus toen heb ik op de uitstapkamer gegeven, gaan ze je nog checken, dan gaan ze kijken of je, hoe het zit met je bloedverlies, hoe het zit met je bloeddruk, hoe die verdoving begint uit te werken enzovoort. Ik weet nog dat toen ik begon uit te werken, ik enorme jeuk kreeg over mijn hele lichaam en het werd steeds erger. Dat begon hier, want hier begon het uit te werken en het gaat dan omlaag en op een gegeven moment lag ik gewoon helemaal te krabben in bed, zeg maar, van de jeuk. Gewoon zo lag ik in bed. En ik kon mijn benen natuurlijk niet bewegen. En daar voelde ik op een gegeven moment wel jeuk komen, maar kon ze niet bewegen. Dus dat was heel raar. Ze hadden me wel een middeltje voor gegeven, maar het schijnt dus toch een soort bijwerking te zijn van die ruggenprik. Wat ik bij de anderen niet had. Toen zijn we weer naar boven gegaan naar de afdeling en toen kreeg ik haar eindelijk in mijn armen. En ze had nog wel een maskertje op, een CPAP heet dat geloof ik. En daarin zat 35% zuurstof en 21% de nulwaarde. Dus op 21% zat wij ook ademen, of ik weet niet hoe het heet. Maar ze had dan 35%, dus een klein beetje ondersteuning, zodat ze net een betere opstart had. Want wat er gebeurt als een kindje eigenlijk er nog niet klaar voor is om geboren te worden. Dan zijn die longetjes nog, zeker via een keizersnee, bij normale bevalling door de weeën krijgt het kindje door dat het geboren wordt. En door het baringskanaal gaat het vocht eigenlijk uit de longen en kunnen ze eigenlijk vrij snel gelijk gewoon ademen. En bij een keizersnede zit er nog wat vocht in de longen en hebben ze daar wat meer moeite mee. En de reden dat het is gedaan met 37,3, ik was 37 weken 3 dagen zwanger, is omdat mijn diabetes best wel begon te schommelen en ik steeds minder insuline bleek nodig te hebben. En dat kan wijden op een slecht werkende placenta. En die placenta kunnen ze niet controleren. Daarom hebben ze mij de laatste 3 weken elke dag aan de CTG gelegd. En dan kijken ze hoe het gaat met het kindje. Maar ze willen natuurlijk zien te voorkomen dat die placenta echt ineens mee stopt, want dan ben je te laat. Dus daardoor hebben ze de datum vervroegd. Normaal gesproken wordt bij diabetes met 38 weken de inleiding gedaan. Ook omdat die kleintjes een stuk flinker zijn en er net wat meer complicaties kunnen optreden. Dus vandaar dat ze normaal gesproken bij 38 weken ingrijpen bij diabetes type 1. Ik heb diabetes type 1, voor wie het nog niet wist. Maar nu dus met 37,3. Dus dat was een stuk verstandiger dan het afwachten en de angst dat die placenta natuurlijk ineens mee zou stoppen. Maar dat is de reden dat ze dus eerder dan dat ze zelf aangaf geboren is. Ze is geboren met 3580 gram. Een stuk lichter als mijn andere dochters. Lana is met 34 weken geboren, dus die was wel 2500 gram. Dus dat is natuurlijk een stuk lichter. Maar Amy is met 37,4 geboren met 4 kilo 125 gram. Echt een hele flinke. En Feline, mijn derde, is geboren met 37,0. Met 4,5 kilo ruim. Echt een flinke baby. Dus dit is echt een kilootje lichter is Rosa geboren. Ook omdat mijn diabetes een stuk beter onder controle was.
Dus dat scheelt wel. En omdat ik veel heel andere eetpatronen heb aangeleerd de laatste anderhalf jaar. Waardoor mijn diabetes wel echt veel beter onder controle was. Maar alsnog, die laatste weken was het wel echt iets waar ze heel erg op moesten letten. Dat die kleine het nog wel goed deed. Dus ze is met 35,80 geboren. Maar goed, toen was ik op de afdeling. En toen heeft ze wel even zondevoeding moeten krijgen. Omdat ze niet aan de borst mocht. Omdat ze dat maskertje nog had. Dus dat vond ik ook wel heel verdrietig. Want ik wilde haar lekker aanleggen. Dan is het niet leuk als ze weer een slangetje in de neus moet. Naar de maag, weet je wel. Dat is gewoon niet leuk. Dus dat bij je kindje moet. En dan moet ze ook huilen. Dat is niet leuk. Maar dat mocht er wel vrij snel af. En om 3 uur 's middags was zowel dat CPAP maskertje als de zondevoeding alles eraf. En kon ze van alle slangetjes af. En hebben ze nog wel haar bloedsuiker gecheckt. Want dat moet dan, omdat ze diabetes moeders worden ze geboren met lage bloedsuikers. Dus dat moet gecontroleerd worden. Maar het ging met haar eigenlijk vrij snel heel goed. Maar die dag heb ik zelf heel veel pijn gehad. En toen dacht ik echt, oh ja, dit was het herstel van de keizersnede. Dat had ik even helemaal weer vergeten. Pijn is zoiets wat je vergeet. Ik kan me nu al niet meer voorstellen hoeveel pijn ik had. En dat is ook met de weeën van de tweede en derde bevalling. Ik kan het me niet meer voorstellen. Terwijl ik weet, als je het weer voelt, weet je hoe pijnlijk het is. Maar ik had echt wel veel pijn. Dus ik heb natuurlijk naast 4 keer per dag paracetamol. Heb ik toen ook 2 keer morfine gekregen. Omdat ik zoveel pijn had. Ik had ook hele heftige naweeën. Maar ook door de sterilisatie extra veel pijn. Dus zeker die avond was ik echt aan het puffen. Dacht ik echt, er gaat nog een baby uitkomen. Ik had hele heftige, continue pijn. Hè? Bij weeën komt het en gaat het. Maar nu was het echt eigenlijk continu op zo'n piek. En met ademhalingsoefeningen en wegpuffen werd het milder. Maar het was echt wel heel intens. Dat ik echt denk, nou, ik denk dat ik over 3 weken nog niet kan lopen. Dus ja, 2 keer morfine gekregen. Toen eigenlijk best goed geslapen. Hè? Los van dat ik natuurlijk om de 3-4 uur ging voeden. Hè? Haar in de borst had en ook ging kolven om die borstvoeding op gang te krijgen. Daar zou ik trouwens nog een keer een aparte video over kunnen maken, over borstvoeding op gang brengen. Want mensen denken altijd dat het gelijk moet werken, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. En dat kan ook een paar dagen duren. Daar ga ik een andere video een keer over maken, denk ik, als jullie dat interessant vinden. Maar goed, die nacht dat ik in het ziekenhuis lag, Yannick was bij me gelukkig. Die avond zijn trouwens de meisjes ook gekomen samen met mijn ouders, dat was ook heel bijzonder. En heel fijn dat ze hun zusje kon ontmoeten, dat was een heel mooi moment, heel fijn. En terwijl ik zelf wel echt veel pijn had en heel moe was. Dus het is ook een beetje een roes langs me heen gegaan. Hè? Ook door de morfine en alles. Maar dat was echt een heel mooi moment. En die nacht hebben we dus eigenlijk best goed geslapen. Los van de voeding. En de dag erna was ik een heel ander mens. Echt bizar. De pijn was, die heftige pijn en die soort van wee-achtige pijn was weg. Ik had ook geen behoefte meer aan morfine. Ik kon gewoon op 4 keer paracetamol. Wel nog een keer diclofenac gehad, geloof ik. Maar... het was echt een wereld van verschil. En die ochtend kon ook mijn katheter eruit. Hè, want ze plaatsen een katheter tijdens een keizersnee. Want je kunt natuurlijk niet uit bed op het begin. Ik ging eigenlijk langzaam mobiliseren. Dus richting de wc. En een beetje een paar stapjes zetten in de kamer. En toen was het ook zo van, ja, wat gaan we doen? Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. En dat is ook vooral omdat ik bij de andere kinderen gewoon lang in het ziekenhuis heb gelegen. En daar heb ik me nu ook wel op ingesteld dat die kans er ook wel weer was. Bij Lana heb ik 2 weken in het ziekenhuis gelegen, bij Amy en vrienden 1 week. En daarna begint je kraamweek thuis. En dan krijg je ook maar een paar dagen kraamzorg, omdat je natuurlijk al in het ziekenhuis hebt gelegen. Maar nu, het protocol is 3 dagen keizersnee was voorheen. Nu toen is het protocol 48 uur blijven na de keizersnee tot je naar huis mag. En ze willen naar 24 uur toe. Dus toen ze eigenlijk zagen dat ik het zo goed deed, dat Rosa het super goed doet... dat mijn herstel goed ging en dat ze wisten van oké, er is een goede kraamzorg op de achtergrond, want onze vaste kraamzorgster van de andere 2 stond al klaar. Het is ons 4e kindje, dus je hebt best wel wat ervaring. Toen durfden ze me naar huis te laten gaan. En toen was ik gewoon eigenlijk 30 uur nadat ik me had gemeld in het ziekenhuis, was ik gewoon weer thuis. En toen kon de kraamtijd thuis beginnen. En ook al kun je op het begin echt nog niet zoveel horen, ik bedoel, het is niet zo dat ik al rondliep na een dag. Ik hoor trouwens Rosa. Ga ik daar naartoe. Het was een wereld van verschil, dit herstel, ten opzichte van die andere. Bij die andere heb ik echt nog veel meer pijn gehad. Bij Amy, mijn 2e, is zelfs de rond een beetje open gegaan. Heb ik ook echt nog lang pijn gehad. En nu, na een paar dagen, liep ik in huis weer rond. En na een week liep ik alweer met de rond. Dat ik gewoon ook echt bijna geen pijn meer had. Of vrijwel geen pijn meer. Echt een wereld van verschil ten opzichte van die andere. En ik denk dat daar verschillende factoren in mee hebben gespeeld. Sowieso dat er geplande keizersnee was. Dus dat ik echt fit was om erin te gaan. Dat veel doet met je herstel.
ook het sneller naar huis kunnen, waardoor je in je eigen vertrouwde omgeving bent. Ik denk dat dat echt wel helpt met herstellen. Mijn voedingspatroon in de zwangerschap wat veel gezonder was als bij die andere. Heel koolhydraatarm, veel groenten. Echt wel heel gezond. In plaats van heel veel koolhydraten in de andere zwangerschappen. Ik denk dat echt voeding veel meespeelt. En mindset, waar ik heel hard aan heb gewerkt de afgelopen maanden. Dus ik denk dat dat de factoren zijn waardoor mijn herstel zo soepel ging. En het was heerlijk om weer thuis te zijn bij mijn andere meiden. Om echt een volledige kraamweek thuis te hebben. We hadden 10 dagen kraamzorg. Het was super luxe. We hadden onze vaste kraamverzorgster. Dat was echt een warm bad. En het is heel mooi om bij de laatste zo'n mooie afsluiting te hebben. Met zo'n goede bevalling eigenlijk. Hè? Zo verspoedig. Los van even het opstartprobleempjes, maar dat ging eigenlijk ook snel weer goed. En daarna zo'n fijn herstel en zo'n fijne kraamtijd. Dat is echt een cadeautje en een kerst op de taart. Dat ook te mogen meemaken dat het ook voorspoedig kan gaan. Want dat was bij de anderen toch echt wel heel anders. En ja, daar ben ik echt heel trots en dankbaar op. Ja, voor zover je daar invloed op hebt natuurlijk. Maar heel blij dat ik het op deze manier heb mogen meemaken. Ik vond het een hele goede bevalling. Ik ben heel dankbaar voor het personeel in het Jeroen Bosch ziekenhuis en voor mijn gynaecoloog. En ik ben nu 4 weken bevallen en over 2 weken heb ik mijn nakontrole. En dan sluiten we een hele bijzondere fase af uit ons leven. En ja, sluiten we het hele stukje zwangerschap en bevallen en kraamtijd af. En is ons gezin compleet. Daar ben ik heel dankbaar voor en heel trots. En ja, het is het grootste rijkdom, het grootste cadeau, de grootste cadeaus die ik ooit heb mogen ontvangen. Zijn mijn kinderen en ik ben zo blij met ons gezin. En het is zo fijn om compleet te zijn. En dit zou ik iedereen gunnen. En ik weet dat zwanger worden en zwanger zijn en bevallen, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Hè? Ik heb zelf ook een miskraam ervaren. En ik weet dat zwanger worden voor sommigen ook enorm complex is. En ik zou het iedereen gunnen om ook zulke mooie ervaringen te mogen hebben. Maar ik ben heel dankbaar ja, dat ik het zou mogen ervaren en zou het mogen meemaken. En daar sluit ik dan ook deze video mee af. En dan wil ik binnenkort een video opnemen met de tips voor een keizersnee om je daarop voor te bereiden. En ook voorbereiding op het herstel. En nog over borstvoeding denk ik dat ik ook nog een video ga opnemen. En mocht je nog meer willen weten, stel je vragen bij de comments. Dan ga ik die meenemen. En vond je deze video waardevol of interessant of leuk of mooi of weet ik het wat, duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet had gedaan. En dan zie je mij volgende week weer gewoon met een vlog. Waarin Rosa volop voorbij komt en onze andere 3 meiden. En ons complete gezin van 4 meiden. En ons gezin van 6. Met natuurlijk ook onze hond en kat. Dankjewel voor het kijken. Doei!